Man, realistisch, 400 km per uur. Ik merk het, man. Het voelt echt als 10. Yo, kijkers. Mijn naam is Dante en welkom weer in een nieuwe video van SNES Games. Oh my god. Jullie willen dit echt super graag. Dat ik niet verwacht, want iedereen wil nu luxe 3D games. Omdat, we natuurlijk niks gewend zijn. Maar blijkbaar willen jullie dit gewoon. Maar vandaag... Nee, zo ga ik niet praten. Maar vandaag gaan we even samen met opa Klonnie de wereld van oude games verkennen. We beginnen met Donkey Kong Country. A.k.a. De Dab King Country. Oh nee. Wat staat daar? Dat kan je toch niet zien? Even serieus, dat kan je bijna niet zien wat dat is. Ja, het is een aap. Wat heet Donkey Kong? Oké, ik weet niet wat ik zojuist zag. Begin maar gewoon, ik wil gewoon beginnen. 1994, jeetje mina. One player, please. Want ik heb hier nog een controller. Alleen ja, ik heb niemand. Helaas. Dit doet me denken aan die andere Donkey Kong. Gewoon van nu. Huh? Oh, je kan rollen. Oh, vet. Hoe spring je? Oké, zo. Bam. We hebben apie. Hoe gaat het zo? Wow, oké, je kan hem ingedrukt houden. Oh nee. Oké, we willen even alle banaantjes pakken. Dit is ook heerlijke muziek. Oh, ja, die muziek die komt wel. Bam. Oh, magisch spul. Oh nee, laat maar. Bof, yes. Oké, wat gaat het goed. Hé, we spelen hier geen Sonic. Oh, ik ben nu een mini-apie. Oh nee. Oh, get wrecked. Oh, dat zijn letters. Oh, ik ben zo goed, jongen. Oh. Badabadabadabadam. Badabadabadabam. Oh, lekkere muziek dit. Exit. Bye bye. Oké, eerste level complete. Het is niet het eerste level zoals in Star Fox. Jeetje. Oké, volgende level. Oh. Donkey Kong is daar nog steeds. Oh. Get wrecked. Oeh, TNT. Bam. Oh. Ja, laat de boys. Dat kan me niet raken. Oh. Oh, dat was zo creepy. Oh, Donkey. Bam. Ja, lekker. Oh. Lekker regen graphics trouwens. Ik zit echt keihard concentrating. Bam, dikke TNT. Hup, kom Donkey. Dankers. Oh, we klimmen wel lekker samen. Kijk uit. Zo, die pakken we. En dan hier zat normaal Donkers in. Hup. Oh, heerlijk. Kijk uit. Oh. Next. Ik ben er klaar mee. Ik wil het makkelijk. Volgende game. Kirby's Dream Course. Deze ken ik. Deze is wel echt wat meer fun. Oh, nieuw member ben ik. Zo, dat is mijn logo. Oh, play. Oké, dit ken ik wel, alleen ik weet niet echt precies hoe het moet. Wow. Ha, je hebt er gemist. Get wrecked. Oké, we zijn er. Hoe moet het? Oké, weet je wat we gaan doen? Kijk, hè. Zo. Bam. Oh, jongen, die was lekker. Jullie snapten waarschijnlijk totaal niks wat ik deed. Yo, die was lekker. Oké, ik snap het precies. Bam. Nee. Ik klikte per ongeluk A. Toen ging zo. Yes, I got it. In 3. Ik kon hem in 2 halen, easily. Oh, die was zo mooi. Oké, weet je wat ik wil doen? Ik zie het toch niet. Laat maar, the dream is dead. Daar. Oké, een beetje spin. Ja, ik zit echt op een concentratie. Wat? Nee! Dat was niet echt wat ik in gedachten had. Bam! Deze kon je gewoon de all-in-one doen. Oh my god! Deze kon je gewoon all-in-one doen, echt makkelijk. Oké, nou, ik ben super slecht en ik wil nog wel all-in-one krijgen. We hebben hier nu ook andere enemies. Ik wil iets schijnigs proberen. Ten eerste doen we dit. Maar daarna wil ik even iets schijnigs proberen. Oké, je weet dit. Ik doe even zo. Ja,
Perfect. Dat gaat niet. Crap, dat gaat niet. Oh my god, dit is zo crap. Bam. Ja. Oh, die was wel mooi. Oh, ik had 1 tomaat. 1. Oh, ik ben goed, jongen, maar het is ook wel met deze controller, hè. Je kan niet altijd precies zijn. Warp. Bam. Oh, nee. What? Oké, daar snapte ik echt helemaal niks van. Oké, kijk, we moeten een beetje zo doen. Met bocht. Sorry dat ik zo rage, maar dit is echt... Bam. Oké, we hebben in ieder geval nog. Nou, dat weten we niet. Ik heb geen tomaten meer. Oh, ik kan gewoon doorgaan. Ja, natuurlijk. Als je af bent, dat doe je niet hoor. Oh, hopelijk krijgen we nu power-ups. Krijgen we power-ups? I don't know. Oké, ja, deze is gewoon easy. Bam. Wat? Next. Oké, nu gaan we ook een moeilijke game doen. F-Zero. Trouwens, laat even een like achter als jullie meer van willen zien. We doen even de practice. Wat een selectie. 4 auto's. Dat hebben we nog nooit gezien in een game. Mute City. Oh, lol. Die zit volgens mij ook in Mario Kart 8 Deluxe. Oké, hoe moet dit? Huh? Wordt hier gedamaged in die zone? Ik snap het niet. Oké, ik weet de controls. Oh, ik zie niks. Dit is zo verschrikkelijk. Dus dit. Oh, dat is niks. Oh, power heb je. Oh, dikke jumps. Het is tenminste wel beter dan Mario Kart. Dat wel. Oh, kijk uit. Waar is mijn tegenstander? Dit is zo trippy. Kijk uit. Finish. Four laps left. Oh. Oh, je kan ook driften. Oké, tenminste werkt het hier wel gewoon goed. En niet zoals in Mario Kart. Kijk. Oh, oké, dat werkt wel erg goed. Hij gaat me bijna lappen. Oh, die was wel mooi. Wat? Best is 9 minuten. Oké, ik word gehit. Oh, dan word je geheeld. Je power. Oh, ik ga wel goed. Yo, die was zo mooi. Oké. Maar realistisch. 400 km per uur. Ik merk het, man. Het voelt echt als 10. Kom op, harder met die bak. Oh, oh, yo, die was mooi. Bam. Waarvoor heb je die jump nodig? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Je trekt toch zo super snel op. Wop. Oh, kijk uit. Oh, die is lekker. Oké, even healen. Final lap. Oké, ik deed per ongeluk driften. Oké, je power gaat eigenlijk bijna niet down. Oké, straks doe even een echt potje, oké? Mij begon ook veel eerder. Oké, dan moet je dus gewoon doordriften als dat gebeurt. You lost. Ja, dat merk ik. Yo, die was echt gelijk op. Hoe trekt hij zo goed op? Huh? Hij beukt mij weg. Ik kan even zien hoe hij het doet. Kijk hoe goed hij is. Het ziet er echt heel raar uit. Het zijn gewoon een paar pixels. Oh, hier komt een major bocht. Hoe doet hij die bocht? Serieus. Je kan geen moeilijkheidsgraad kiezen. Come back. Oké, de binnenbocht. Binnenbochten. Oh, wat? Reset. Wat doe we doe? Ik wil het niet doen. Street Fighter. Ik haat het echt. Sorry. 1991, jeetje. Turbo. Ja, natuurlijk doen we even die turbo. Game start. Oké, die willen we. Nee, Delsim. Die kan zo arm uitstrekken als ik het goed heb. Ik ga gewoon zo. Wat? Boom. Hoe?
Wat? Oh, zo spring je. Oh, hij kan teleporteren. Huh? Huh? Nee, ik wil er wel even Nokko. Yo, getrekt. Ik heb een tactiek. Ik zag heel goed ik was, jongen. Oh. Oké, ik heb gewoon een tactiek. Wat? Ja, hij heeft ook een nieuwe tactiek. Dat is over hem heen springen. Alleen, het lukt me nu niet. Nee! Oh my god, ik ga eens in flames. Oké, ik moet gewoon gek doen. Dan lukt het me. Wat? Oké. Ogen dicht. Ho, kijk uit. Ogen dicht, challenge. You lose. I've been defeated. Oké. Oké, wie deze wint... Wat? Hoe doe je dat? Zo, die is zo hackerig. Die kan die elke 10 seconden doen. Elke 3. Woe! Reset. Kijkers, deze aflevering, de vorige aflevering, gingen we rustig genieten van de graphics. Alleen, sorry dat ik deze aflevering een beetje ging rage. Ik deed toevallig geen moeilijke spellen. Volgende aflevering wil ik denk ik Zelda gaan spelen en best wel wat spelen. Ik denk misschien de hele aflevering spelen en kijken hoe ver we komen. Laat even een like achter als jullie er meer van willen zien. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!